De aangeroken operatie Wiumafusranang zal met Surinaamse producten die het predicaat veertreed dragen participeren aan het Kwaku Zomerfestival 2018. Dit heeft de organisatie vanmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Tania liu voorzitter van Umafusranang is trots dat haar organisatie de gelegenheid zal krijgen deze Fairtrade producten te introduceren op de Nederlandse markt. Het gaat om oeroude producten zoals cassave waaraan er weinig aandacht is besteed en die zullen nu op de Nederlandse markt tentoongesteld worden. In het kader van samenwerken gaat de organisatie samen met de Amazon Conservation Team en Pinakas producent Willemsberg naar het festival, zegt de voorzitter. De producten waarmee wij gaan zijn de verschillende cassaveproducten, zoals cassavepap, cassavemeel, um verschillige uh, saven gevacumeerd. We hebben um, vrouwen die met churro gaan, churro thee, churro stroop. We hebben van de andere uh, Whippy pindakaas die gaat voor het eerst hun pindakaas op de Nederlandse markt uh, tentoonstellen en onder een nieuwe naam: frosting. Dus dat moet u zo meteen ook even zien. Er staan producten van ze hier. Um, en dan heb je act die gaat met de Pepper en met de uh, verschillende theen van de inheemsen. Dat zijn zo wat de producten. Eén keer per week wordt ook ons uh, brood composite bread, waarin 40 procent mesh zit, wordt ook één keer per week ingevlogen voor het festival. Ja, dat is het zo wat. Op het festival zelf zullen wat vrouwen die meegaan, want we gaan met z'n achter totaal. Zullen wat vrouwen uh, voor het eerst in de historie cassavebrood brood bakken op Kwakko Festival. Ons traditioneel brood. Leo Azu zegt verder dat het deelnemen aan het Kwakko Festival. ook gericht is op het delen van kennis. Anderzijds wordt het tentoonstellen van de Surinaamse producten sowieso als een mijlpaal gezien, zegt zij. De vrouwen die meegaan, die mogen zo meteen ervaren hoe het is en wat de eisen zijn. Want je kan het ze vertellen, maar niets is mooier dan wanneer je zelf ervaart wat de eisen zijn die zulke geïndustrialiseerde landen stellen aan hun producten. Daarnaast kunnen ze ook heel trots laten zien wat onze cultuur is. En hoe wij onze dingen doen en hoe wij onze brood bakken. En dat het ook lekker is. En dat het eerlijke, lekkere producten zijn. Want daarin zijn er geen conserveringsmiddelen zoals de geïndustrialiseerde landen wel met hun producten moeten doen. Dus het is een win-win situatie. Wij gaan trots laten zien wat wij kunnen. En dat wij recht van bestaan hebben. En dat wij met onze producten echt wel een plek in de wereld kunnen bemachtigen. Tania Lio voorzitter van de agro-coöperatie Wiumafusranang. Zij sprak vanmiddag na de persconferentie die de organisatie heeft belegd in verband met deelname aan het Kwaku Zomerfestival in Amsterdam-Nederland. De organisatie zal samen met twee andere Surinaamse bedrijven producten tentoonstellen. Het festival begint op 13 juli en eindigt op 5 augustus.